Er zal een vernieuwde focus zijn op het achterland wat de watervoorziening betreft. Minister Gilio Dotsen van Natuurlijke Hulpbronnen gaf dit dinsdagavond aan tijdens de behandeling van de supplementaire begroting. Dit omdat de kustvlakte wordt overgedragen aan de Surinaamse waterleidingmaatschappij. Dit maakt het mogelijk dat voor het ministerie en met name voor de dienst watervoorziening om zich te concentreren op het binnenland. Hij ging verder in op andere ontwikkelingen van het ministerie in het binnenland. We hebben dus nu solarpompen in bestelling die eigenlijk duurzamer moeten zijn en ervoor zorgen dat zij dus vaker beter kunnen performen in deze gebieden. Dus ik vraag u nog een heel klein beetje geduld, maar de oplossing is dus dat we de pompen gaan vervangen en dat wij dat gaan doen met solarpompen. Ze zijn iets duurder. We hebben de aanschaf al ingezet en we hopen ze binnen niet al te lange tijd te ontvangen, zodat we ze kunnen installeren. Maar het heeft wel onze aandacht. De concessies te Sarah Creek gebied, we hebben al 5 uitgegeven. En het is namelijk zo dat de gebieden die wij zouden uitgeven oorspronkelijk ligt in de area of interest van Suurgold. We hebben toestemming gevraagd aan Suurgold. We hebben al mondeling toestemming van Suurgold. Het wordt voor ons op schrift gesteld, zodat wij de rest van de concessies kunnen uitgeven. We zijn heel ver daarmee. En binnen niet al te lange termijn zullen de enkele concessies die nog verstrekt moeten worden daar in orde gemaakt worden. Verder geeft de minister aan dat hij nog steeds in overleg is met de energiebedrijven Suriname over de aanpassing van de energietarieven in september. De afspraken en de beloften die naar de gemeenschap toe zijn gemaakt worden goed besproken en onder de loep genomen, geeft de minister aan. Wij zijn nu op een punt van 16,8 cent per kilowattuur. Op basis daarvan zijn er calculaties gemaakt. Zijn er groepen gemaakt, 450, u weet het allemaal, en dan zijn er prijzen doorberekend. Het bedrijfsleven heeft een andere strategie gekozen dat wij ook toepassen. Hoe gaan wij daarop in? Hoe heeft de gemeenschap daarop ingespeeld? Wat is het effect ervan geweest? Is die prijs realistisch? Welke componenten hebben we in die prijs opgenomen? Welke componenten konden wij in eerste instantie niet wijzigen, maar moeten nu nog gewijzigd worden? Dat is de interactie die we tot stand zullen brengen om de finale slag te maken om in september een andere, om de juiste prijs te hanteren. Aldus minister Gilio Dotsen van Natuurlijke Hulpbronnen. Hij beantwoordde dinsdagavond vragen van de parlementariërs tijdens de behandeling van de supplementaire begroting.